ben hier in de buurt van het Militair Museum op de vliegbasis Soesterberg. En ik wil een foto maken van mijn model Babs. En ik wil een beetje een donker sfeertje hebben eigenlijk. Ik heb haar al donkere kleding aan laten doen. Het is ook een beetje donker weer. Je ziet hier die wijdzijd achter van dat oude vliegveld. De wolken zijn een beetje, er zit wel een beetje de tekening in. Daar wil ik gebruik van maken. Nou, ik zal je laten zien hoe ik dat opbouw. En ik ga dan ook werken met flitsers en een beetje beweging. Nou, ik heb Babs donkere kleding aan laten doen en een beetje een wijde jas. Daar gaan we zo wat beweging mee maken. Maar eerst eens even kijken hoe het licht er überhaupt uitziet hier. Ik zet de camera even voor het begrip, zet ik hem even op de programmastand. Ik heb mijn 14-24 mm objectief erop gezet. En mijn ISO staat eigenlijk op ISO 100, heel laag dus. Ja, het is gewoon buiten. En ik ga eens een foto maken, gewoon zo uit de hand. Eens kijken wat hij überhaupt doet. Nou, doordat je heel veel lucht in beeld krijgt, krijg je sowieso al een beetje een silhouetbeeld van Babs te zien. Dat is goed, maar ik wil het eigenlijk nog meer hebben. Ik wil die lucht nog wat dramatischer hebben. Nou, ik meet nu een 60ste met diafragma 4. Die stand onthoud ik even in mijn hoofd. Ik ga mijn modus op manual zetten. En dan ga ik diafragma 4 instellen. En een 60ste van een seconde. Dus als ik nu de foto op manual maak, heb ik hetzelfde. Maar dan ga ik mijn sluitertijd en mijn diafragma ietsje, de sluitertijd ietsje hoger zetten. Bijvoorbeeld op een 200ste van een seconde. En ik ga mijn diafragma zetten op bijvoorbeeld 8. En als ik dan de foto nog een keer maak, dezelfde, dan zie je dat er nog meer drama in die lucht zit. Het is echt een super silhouetfoto geworden. Nou, daar ga ik mee werken. Ja, dit is mijn uitgangspunt. Ik werk nu met een sluitertijd van 200ste, daardoor bevries ik dus heel erg... die hele situatie van het bewegen. Dus ik ga mijn sluitertijd en diafragma allebei aanpassen, zodat ik een wat langzamere sluitertijd heb en mijn diafragma wat meer dicht staat. Dus ik ga van 8 ga ik naar 11, 16, 22. Dus ik ga 3 stops meer diafragmeren. Nou, dan kan ik dus ook 3 stops terug in de sluitertijd. Dan ga ik van een 200ste naar een 100ste, een 50ste, een 25ste van een seconde. Dus als ik nu die foto nog een keer maak, beweeg nog maar even. Ja. Hier ziet echt een beetje beweging in de hele silhouet ontstaan. Maar ja, het blijft een beetje een saai beeld. Dus ik ga nu mijn flitsers toevoegen. Nou, ik heb nu mijn flitser gepakt, die ga ik erbij zetten. Ik zet hem ongeveer onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de camera. Ik zet hem vrij dichtbij en ik zet hem ook heel hoog. Dat heb ik nodig omdat mijn diafragma helemaal dicht is. En dus als je hem te laag zet of te ver weg, dan zie je überhaupt niks van die flitser weer. Hij staat nu op 9, bijna de hoogste stand. Ik ga eens kijken wat dat doet. Dus mijn sluitertijd is nog steeds een 15e van een seconde. Zo, op deze manier. En wil je nog eens even weer bewegen? Ja. Zo zie je dus dat die beweging er mooi in blijft zitten. En tegelijkertijd door die flits wordt het model ook bevroren. En met name die flits is gericht op haar gezicht. Dus haar gezicht wordt bevroren. En de rest wordt een beetje zo vaag. In de achtergrond wordt allemaal onscherp. Dat is leuk om mee te spelen.